life disabilities. Let you outcast bullied or tease. Rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born this way. No matter black, white, or beige, show love. Hey guys, hey Fabs en Besties, Michael hier. Vandaag is het officieel coming out day. Ik dacht ze bij mijn eigen, waarom vertel ik jullie niet in een video over mijn coming out story? Wel, mijn coming out story begon 2 jaar geleden. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Het was grote vakantie en ik had daarvoor een relatie met 2 meisjes. En dat werkte totaal niet voor een meter. En ik zat te denken, ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik luchtte mijn hart bij mijn beste kameraad. En ik besefte opeens dat ik op jongens viel. Dus ik stuurde naar mijn ouders een bericht. Mama, papa, ik val op jongens. En toen reageerde ze oké. Toen heb ik voor de zekerheid ook een berichtje gestuurd aan mijn allerbeste vriendinnen. En mijn beste vriendinnen accepteerden mij ook meteen toen ik het vertelde dat ik op jongens viel. En toen op school, dat was pas een uitdaging, want de meeste van mijn vriendinnen en vrienden had ik niks gezegd. Die dachten nog altijd dat ik nog altijd hetero was, dus ik ging naar ze toe en ik vertelde ze. Ik zei, hey jongens, ik moet jullie iets vertellen. Toen vertelde ze wat, zeg maar. En toen heb ik het verteld dat ik op jongens viel en ze accepteerden mij. En ze zeiden, Michael, eigenlijk hadden we dat al gezien, maar als jij gelukkig bent, dan is het belangrijkste. En dat is ook belangrijk, als jij gelukkig bent, dan is iedereen gelukkig, geloof me. Maar de echte uitdaging van mijn coming out was het vertellen aan mijn klasgenoten. Ik was in een klas aan het werken, in een klas. Een jongen uit mijn klas die zat ook te werken, maar hij en ik zaten apart. En toen vertelde ik aan hem dat ik op jongens viel en ik vroeg aan hem om tegen niemand te zeggen en hij deed het. Maar toen kwam er de allergrootste uitdaging ooit en dat was het vertellen aan mijn andere klasgenoten. Dus voordat ik dat deed, ging ik meteen naar de juf. Ging ik naar de juf en ik vertelde, juffrouw, ik moet u iets vertellen, ik val op jongens. En die was blij dat ik het vertelde, want daar lag mij echt heel veel op mijn maag. En toen zei ze tegen mij van, oké, ik denk dat je het... Wilt je het ook aan de klas vertellen? En ik zei ja. Dus ik heb het aan de klas. Tijdens de les heeft die vrouw gezegd, maar ik moet jullie iets vertellen. En toen heb ik het verteld dat ik op jongens viel en ze accepteerden mij. En ik heb ook op de schoolbus verteld dat ik op jongens viel. En daar accepteert iedereen het vrij goed. Zelfs 2 jongens, twee van mijn vrienden namen het voor mij op toen ik gepest werd. Elke vrijdag, als ik in de bus stap, word ik wel soms wel uitgescholden voor een meisje en zo. En dat negeer ik meestal. En de mensen die denken dat dat een ziekte is, of dat dat een bevlieging is, of een fase, die zijn gewoon niet zo wijs, vind ik. Want je kunt niet bepalen op wie je verliefd wordt. Het maakt niet uit of je op jongens valt, of op meisjes, of op allebei, of als je hetero bent, dat maakt niet uit. Iedereen heeft het recht om te zijn wie hij is. Zo, dat was het, mijn storytime over mijn coming out. En ik wens alle jongens een hele fijne coming out. Ik wens alle jongens en meisjes die... in dezelfde situatie zitten als mij, een enorme, fijne coming out day. Ik wens jullie een hele fijne coming out day. Echt, ik wens iedereen een super fijne coming out day. En de beste tip die ik je kan geven als je ooit uit de kast wilt komen is, vertel het aan je ouders via brief of via bericht. Of vertel het maar liever face-to-face, want ze gaan het niet graag via iemand anders horen. Dus... dit was het voor deze korte, maar zeer belangrijke storytime.
Michael gaat jullie nu laten, want ik moet nog heel veel doen. Ik moet opruimen voordat mijn moeder thuis komt met frietjes. Bye bye. Toodles. Love you all. Shout out to you guys. And peace out.